Kees van Gils van Perspectief, het fotogroep Perspectief. Het is feest hier, want het jaarlijkse de expositie is bezig. Vertel eens wat meer daarover. Ja, wij vieren elk jaar onze expositie hier zo. Dus, ja, wat moet ik er meer over vertellen? Ja, hoeveel doen er dit jaar mee? Dit jaar doen er 17 exposanten mee. En enkele hebben er een dubbelbord. Nou, degene die dat wilde. En dan toch de gangen vol te krijgen. Vanaf wanneer doen jullie het al? Wij bestaan vanaf 2005. En ik denk dat we in deze kerk exposeren vanaf 2009, zoiets. Dus al een aardig eindje. Ja, een tijdje bezig. Ja. En is er nog iets veranderd in al die jaren dat jullie ermee bezig zijn? Is er een, of qua opzet, of is het allemaal hetzelfde gebleven? De opzet is nagenoeg gelijk gebleven. Ja, we hebben deze expositieruimte kunnen krijgen. En het enige mooie is nou dat we de ruimte hebben dat de zijbanken hier weg zijn gegaan. Dus voorheen was het altijd nog een beetje krap. En nu lekker de ruimte de mensen. Waar werd gezegd, het is nou plek zat, hè? Plek zat, ja. Dat is echt helemaal op warm gekregen. Even kijken. Hoeveel doen er mee dit jaar? Of is het ongeveer ieder jaar wel zo'n beetje hetzelfde? Ja, over het algemeen doen de meeste leden wel mee. Ja, we hebben dan 17 leden. Ik denk dat we nu een stuk of 15 meedoen. Dus. Zit er nog een bepaald thema in dit jaar of is het gewoon al, maak maar zoveel mogelijk mooie foto's? Het is ieder wat hij vindt, wat je de mooiste foto's van het afgelopen jaar vindt. Of ja, wat je wilt exposeren, dat doet hij. Okay. Het enige wat we wel hebben is een opdracht. En die hangt vooraan daar zo. Gaan we straks even kijken. En dat is het thema in ieder geval de regenboogkleuren. Ieder deelnemer heeft een kleur gekregen en met die kleur moet je zijn foto's passend maken. Zijn er ook vrouwen bij? Want je zegt elke keer zijn. Zijn er ook vrouwen bij? Ja, er zijn ook vrouwen bij, ja, uiteraard. Annie Segeren, dit is jouw werk en dat moet ik zeggen, complimenten. Het lijkt erop dat dat in Scandinavisch is opgenomen. Vertel jij zo, jij weet de details. Ja, we zijn van het voorjaar, in maart zijn we naar Noorwegen geweest. In het noorden van Noorwegen, naar Tromsø zijn we gevlogen. En toen zijn we daar een paar dagen geweest en daarna zijn we met de Hurtigruten zijn we dus naar de Lofoten gevaren. En daar is die foto van. Ben je altijd bezig met natuuropname of zeg je alles wat maar beweegt en wat ik mooi vind? Dat... Meestal natuuropname. Vorig jaar heb ik toevallig architectuur gehangen, maar dat was voor mij heel bijzonder. Dus, maar nu weer natuur. Dus dat, ja. Het ziet er knap uit. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Gerry Polak, schitterend die foto's van jou. Dat zijn allemaal gezichten. Doe je dat altijd? Nou, ik vind portretten erg leuk om te doen, maar het wordt wel steeds moeilijker vanwege de privacy en dat mensen dan... Straatfotografie vond ik erg leuk, maar dat wordt toch steeds lastiger in deze tijd. Je mag niet zomaar iemand fotograferen, hè? En zeker geen kinderen meer. Dat, is, dat moet echt in privé situaties en toestemming en alles. En daar denken wij alle twee iets van, dat zullen we nou niet vertellen. Maar dit zijn toch schitterende foto's van mensen die dat toch kennelijk wel leuk vonden. Ja, dat is van een kennis van mij en ik heb haar gevraagd, eerst via haar ouders. En toen, het is een meisje van 19 jaar en bij Angelique Klomp hadden wij een avond en toen kwam ze en ik heb haar met liefde heel veel foto's gemaakt. Het was ook een moeilijke keuze om te, van alle foto's die ik van haar had gemaakt, welke neem ik? Welke. Die keuze hebben we dadelijk ook, want wij gaan het uiteraard in de uitzending doen. Ze komen ongetwijfeld in beeld. En, nou ja, we zijn er blij dat je even de tijd hebt genomen om even iets ervan te vertellen. En dan gaan we snel naar de volgende, want het zijn er een hoop vandaag. Dank u wel. Marijke de Hazen, jouw werk sta ik net van te bewonderen. Kun je er iets van vertellen? Want er zit een bepaalde lijn in en ik heb niet helemaal door welke. Het serie gaat over First Date, die een beetje dramatisch afloopt. Want ze heeft alles netjes klaargezet, de kopjes, de bonbonnetjes. En, maar de First Date... Die komt niet eens opdraven. Die komt niet opdagen. Dus het loopt lichtelijk dramatisch af. Is dat een man? Ik schaam me nu al. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is de intentie achter de serie. Ja, maar heb jij meestal dat soort tafereelen of zeg je nee, het is gewoon, kwam op? Wel in dezelfde stijl gefotografeerd. Aan de andere kant hangt ook nog een bord van me.
En dan kan je zien dat ik toch wel diezelfde stijl heb. Iets met first daten? Nee, dat niet. Die gaat ook niet om first date, maar het is wel de manier van bewerken van foto's en een soort papier wat ik... Ja, ik vind het heel knap, want ik kan wel foto's maken, maar dat betekent dat jij op een knopje... Jullie hebben alles voorbereid en daar is dit het schitterende resultaat van, absoluut. Ja, er is wel over nagedacht van tevoren. Ja, daar ben ik van overtuigd. Jan Groot, drie schilderijen die allemaal met insecten te maken hebben. Hoe komt dat? Nou, ik ben wel gefascineerd door insecten. Niet alleen maar insecten hoor, ik vind mensen ook heel interessant om te fotograferen. Maar ik heb dit jaar gekozen voor insecten. En dat had te maken met het feit dat, dat ik deze als favoriet had aangemerkt voor mezelf. En ik doe dit jaar voor het eerst mee. Aha, dus, spannend hè? Nou, valt wel mee. Ja? Ja, valt wel mee. Had je het al eerder gedaan ergens anders geëxposeerd? Nee, maar dat... het is leuk om in zo'n fotoclub dit te doen met elkaar. En je krijgt ook adviezen van elkaar, je leert van elkaar. En dat is heel erg leuk. Nou, het ziet er fantastisch uit. En ik denk dat een hele hoop mensen, als ze hier langs lopen, denken, dat zou ik ook wel willen kunnen. Kwestie van oefenen? En je kunt het leren. En bij een fotoclub leer je ook van andere mensen hoe je dat dan het beste kan doen. Joop van Boksel, fotograaf van hobby of van beroep? Hobby. En hoe lang al? 10, 15 jaar denk ik. Okay. En dit is recent werk of alweer uit het verleden? Nee, dit is recent. Ja, die uit het verleden. En die ook weer heden en die ook verleden. En is dat willekeurig gepakt of zit er een bepaalde lijn in? Dit moet veronderstellen een doods kerkhof en een dode boom. Die horen een beetje in elkaar. En daar het voor het water, hoe het eruit moet zien. En de zee dat hij overgeeft. Zonder algen, zonder iets erin. En deze zitten visjes in, algen in. Okay. Is dat iets waar je vaak op concentreert? Of zeg je nee, dit was een toevalligheid? Nee, ik ben een beetje van allerlei soorten. Niet gericht op één. Niet op bomen, niet op portretten. Als ik iets moois gevoel zie, erachter was gevoel, het. Ja. Connie Zijlmans, twee schitterende foto's van je. Is er een onderling verband of is het toeval dat er een waterval op staat en een kasteel? Het is eigenlijk toeval. Het kasteel die is in de Ardennen gemaakt en de waterval is in het Zwarte Woud gemaakt. Doe jij vaak dit soort dingen of zeg je nee, het is een toevalligheid, ik fotografeer alles wat los en vast zit? Nee, niet alles wat los en vast zit, want... architectuur, daar heb ik bijvoorbeeld helemaal niks mee. Dat vind ik hartstikke moeilijk. Watervallen, ja, die vind ik gewoon mooi. Kees van Gils, je hebt net de inleiding gedaan, maar je hebt hier ook eigen werk hangen. Het lijkt een beetje Egyptisch. Is dat het ook bedoeld? Nee, dit zijn eigenlijk beelden. Immens grote beelden van 10, 12 meter hoog. En die staan aan de kust in Esbjerg, Denemarken. En die kijken uit over zee. En ik heb daar mijn eigen interpretatie op gemaakt door... Net iets anders te fotograferen dan de meeste mensen doen. Ja, het is inderdaad apart. Een leek zou daarvoor gaan staan, zou op een knopje drukken en zeggen van nou, dat heb ik netjes gedaan. Jij hebt er iets anders mee gedaan. Ja, ik ben een compositie gaan zoeken die mij beviel. En dat ik daar toch een serie uit kon maken. Kees van Gageldonk, fotograaf in hart en nieren. Ik denk het wel. Hoe lang al? Ik doe mijn best, al vanaf dat ik nog op de lagere school zat. Oké, dat was nog met zo'n ding wat voor je buik hing, hè, geloof ik. Ja, zoiets. Ja. Aan een paar touwtjes. Ik kan het herinneren. Zit hier een bepaalde bedoeling achter? Want het zijn op zich stikmooie foto's. Maar zit er een idee achter waarom je het hier hebt zo opgehangen? Jazeker, dit is het Spoorwegmuseum in Utrecht. Met diverse plaatjes, in feite losse beelden. Maar vanwege de kleurstelling, er is een filter over de foto's heen gelegd, lijken de foto's qua kleur heel erg op elkaar. Ze komen heel dicht bij elkaar en daardoor lijkt het een serie. Kees, wat gebeurt hier ook precies? Wij hebben dit als thema gepakt dit jaar. Ieder jaar hebben we een thema. En we hebben nu, iedere deelnemer heeft een kleur gekregen waar hij een bijpassende collage in moest maken. Dus thema rood, allemaal foto's die naar het rood gerelateerd zijn. En ja, en zo heel de regenboog kleuren.
van de Bemt. Ik kijk naar een collage van een aparte meneer. Ja, oké. Die meneer is een kunstschilder, Douwe Elias uit Franeker in Friesland. Die man heb ik ontmoet en ik heb hem mogen portretteren. Dus. Doe je dat vaker, dit type, of zeg je dit kwam gewoon toevallig aanwaaien? Nou, dit kwam dan toevallig aanwaaien. Dit is helemaal niet afgesproken of zo, maar dit is, is gewoon een feestje geweest om kennis te maken met Douwe en om hem te mogen fotograferen in zijn gallery en in zijn atelier. Kees van Gils, we hebben een hele leuke rondleiding gemaakt, mede dankzij jouw verklaringen en de mensen die erbij waren. Ik denk dat een hele hoop mensen van Omroep Drimmen uit zullen kijken naar wat het uiteindelijk is geworden. Ja, voor de kijkers, degenen die geïnteresseerd zijn natuurlijk in Fotogroep Perspectief, ga naar de site en je bent altijd welkom. Kees van Gils, dank voor je uitleg en ook dank voor de mensen die de tijd hebben willen nemen om eventjes voor onze camera te vertellen wat allemaal de bedoeling was van de foto's. Binnenkort is die te zien. Graag gedaan in ieder geval en we zien er naar uit. Oké, dankjewel.